Mother Ocean is a nice dog playing. Mother Ocean, the North Sea, which is the Mother Ocean of the river sheds of the Mother Rivers of Europe. And I'm here to take a swim and then just to need to get. Ging jou lekker zwemmen? Ik ga zwemmen. Ja, ik ga dus niet zwemmen, want er zijn kwallen. Ik hou mijn voetjes in de branding. Ja. I've been there, done that. Oh, wauw. Het is zo fantastisch om hier te staan. We hebben hier zo'n fijn plekje. Daar bij de Catamaran Zuidclub. Daar hebben we 10 jaar lang de zandmotor zien bouwen. En dat voelde helemaal alsof het ancestral land, of the free sea people, werd opgehaald. En er werd een enorme landtong werd er gebouwd, man-made. Ze hebben zelfs ceremonie gedaan in het puntje van de zandtong, de zandmotor. Dan stonden we 1 kilometer in water, als je Google Maps kijkt. En, ik weet niet of jullie het kunnen horen met al die wind. En, die ceremonie, er was een oproep van Chief Arthur Looking Horse to pray for the people and the places where massacres have taken place, which is like I'm right in front of us. I mean, dat is zeg maar waar de zeeslagen plaatsvonden. Gingen de mensen op de duinen staan kijken. Hoe kwam de Engelse vloot of de Franse vloot en dan de Nederlandse vloot? Ze gingen tegenover elkaar liggen. Ja, en dan werden er gewoon kapot geschoten. En wie geen boot meer over had of schip, had verloren. Zo ging dat in de Golden Age. Nou ja, maar op de duinen stonden de moeders en de kinderen te kijken naar vaders en ooms en nephews, misschien ook wel tantes, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hoe die zeg maar ten oorlog gingen. En ja, het is een gewone mens die gewoon dienst deed als kanonnenvlees. Daar heb ik met een hele dierbare brother Jos Kester, wij met ons gezin en de kids hebben een hele mooie ceremonie gedaan. Daar hebben we ook de Friese people, die ancestors of the Friese people zijn toen, ja dat speelde altijd al, ja, zolang ik op het strand ben of op zee, voel ik dat het land tussen hier en Engeland, dat was natuurlijk niet altijd water. Er was heel veel, ja, zee. Land wat pas 8000 jaar geleden of zo. Ik weet de tijdlijnen nooit goed, maar dat werd met de Big Flood werd het overspoeld en de mensen die leefden op dat land, op de Doggerbank en de eilanden die er nu niet meer zijn, die trokken weg naar de kuststreken. Dat zijn de Friese people. Friese people! The Friese people that went to the north of Ireland, north of Scotland, north of France, Belgium, the coastlines of the lower lands of Europe, that when the river deltas were alive, they were coming in and going and the people lived with the water. Als ik aan het strand sta, heb ik daar altijd gezongen en voor onze Frisie ancestors. En ook die Frisie ancestors gaan nog veel verder. Gaan langs Duitsland, Denemarken. Het zijn allemaal nation states. Bestonden toen niet. Noorwegen, IJsland, dus een provincie of een regio of een district. Dat ook Friesland heet.
En er zijn kaarten gevonden met eilanden, waar ook de ten noorden van Schotland, Ierland, waar de naam Friesland op stond. Ja, wat betekent het allemaal? Er zijn zo ontzettend veel. Het is al vaker een paar eeuwen terug al naar boven gekomen en anderhalve eeuw terug. En dan wordt het weer gedebunked. Het is ook heel grappig hoe dat dan wordt. Dan komt het naar boven en dan wordt het. Ja, het wordt verklaard als een secte of niet waar. Maar ik voel het. Ik voel het met alles. Ik weet dat het als kind altijd in zee lag en op het strand. En mammoetanden die werden gevonden. En nou ja, die 10 jaar zandmotor hier bij Kijkduin. En dus, ja, er zijn zo ontzettend veel mensen mee bezig ook. Zoveel tramcirkels, stonecirkels. Ja, in 2015 hebben we een tour gemaakt door heel Friesland met mijn dochter en hebben we ook ons land geproclaimed. To proclaim our unceded Three Sea Territories. We zijn dan met dit stukje daarvan, maar we voelen ook onze brothers and sisters. That are very well connected with the sea and the ocean and the beaches and the islands and the rowing and the sailing and whaling, very important. We've been, if I go for a soul voice song here at the beach, I can really feel and listen to the sounds of the whales have been part of our traditions. There was it living with them in coexistence. Dat is totaal iets anders dan walvisjagen, waar het als monsters werden aangeduid. En ik geloof dat onze ancestors echt heel diep verbonden waren met de walvissen. En dat ze echt heel respectvol omgingen. Dat alleen dat namen wat we nodig hadden. En met alles wat erbij komt kijken, ceremonie. Alles werd gebruikt. Er werd niks weggegooid. De whalers. Nou, er zit zo'n 2000 jaar aan transition tussen. Wat gewoon veel heeft overgenomen. En dat, het is heel. Kijken of mijn man nog, die is flink aan het zwemmen. Te elkaar altijd in de gaten houden, de zee is niet zomaar een zee. Het heeft ook stroming, de kracht van de zee is wordt heel erg vaak onderschat. We hebben jaren op zee geroeid, mijn man nog steeds. Ik ben wel weer een beetje begonnen, maar ook het zeeroeien, ja, dat is fantastisch. Dan zie je ook bruinvissen. We zien al jaren bruinvissen, dolfijnen. Heel diep mee verbonden. Wat kan ik meer zeggen? Ja, willen jullie het zien? Er is ook een heel gigantisch windmolenpark inmiddels. Er wordt nog lastig te zeilen, denk ik. Maar ik weet het niet hoe dat allemaal gepland is. Dan staan we nog maar hoeveel procent? Dan komen er nog 30.000 bij of zo, of 20.000. Nou ja, het is wel heel intens om dat zo te observeren, jaar in jaar uit. Het is lekker aan het zwemmen. Maar er zijn kwallen. Sorry, ik ga niet met kwallen. Er zijn ook belangrijke kwallen. Hoe zeg je kwal? The Jellyfish Nation. They're here to teach us lessons. Thank you, Jellyfish Nation. Nou ja, er zijn dus ontzettend veel verwarring over wat nou de Friese people zijn. Het is een meervoud, zijn volkeren.
die allemaal met zout water verbonden zijn. Maar ook diep de binnenlanden in. Want de rivierendelta's, die hebben altijd kunnen leven. We hebben het natuurlijk dichtgetimmerd met hele mooie dijken. Dat is allemaal op zich heel knap. Maar het is niet sustainable. Dus de Friese people, ze konden leven met het water. Het is wel fantastisch dat er nu zilte landbouw ontstaat. Dus, nou ja. Wat hebben we nog meer? Nou ja, er zijn ontzettend veel sisters, maar ook brothers. Die, ja, gratitude brengen aan moeder aarde, de elements, windrichtingen, de ancestors. Ik ben soms overweldigd met hoeveel mensen wel niet bezig zijn met hele mooie bijeenkomsten. We hebben plekken verankerd ook, in het westen met name, ook het noorden weet ik. Het zuiden is nog. En ook. Ah! Komt u daar? Brave man. Hij is super fit. Ja. The strong man behind the woman. Yay! Dat is echt waar. Oké. Nou. Wat is er nog meer? Er is nog veel meer te vertellen. Maar weet dat alles verbonden is met elkaar. Iedereen heeft daarin een rol en een plek. Het is wel belangrijk om, denk ik, die verbinding te maken. Echt met je eigen navelstreng met moeder aarde. Dat kan ook echt wel een dingetje zijn met allemaal mixed ancestors. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik voel alleen maar dat ze allemaal daar staan te juichen. Boven. The other side camp. Van alles inbrengen en verbinding mee maken. Nou, dat is een best lange. Ik ga nog even zwemmen.